Heel ver weg in het noorden ligt het dorpje waar de kerstmannen wonen. Daar leeft ook de kleine kerstman. Hij bakt kerstkoekjes en maakt cadeautjes, net als alle andere kerstmannen. Maar hij brengt ze niet naar de kinderen. Hij is er speciaal voor de dieren. Eén keer is de kleine kerstman bij de mensenkinderen geweest. Dat was die keer dat alle grote kerstmannen sneeuwpokken hadden. Toen is hij samen met de hoofdkerstman op reis gegaan. Het was een mooie tocht. Soms, als de koekjes in de oven bruin bakten, had de kleine kerstman even tijd om in zijn stoel te zitten. Dan sloot hij zijn ogen en dacht, met een glimlach op zijn gezicht, terug aan een mooie reis van lang geleden. Op een avond zat hij in zijn stoel en bedacht ineens dat hij geen poedersuiker meer in huis had voor het glazuur van de koekjes. Hij stond op, trok zijn warme laarzen aan en ging naar de buurkerstman. Wat gek, dacht hij. Het huis is helemaal donker. En het huis ernaast ook. Het hele dorp is donker. Muisstil was het overal. De kleine kerstman vroeg zich af wat er aan de hand was. De grote kerstmannen hadden toch niet weer allemaal de sneeuwpokken? Naar het ziekenhuis was het ook donker. Alleen in het huis van de hoofdkerstman brandde het licht. Nieuwsgierig klopte de kleine kerstman op de deur. Wie is daar? Riep de hoofdkerstman vanuit het huis. Niemand, riep de grote kerstman die de deur had opengedaan. Toen keek hij naar beneden. O ja, toch, riep hij. De kleine kerstman, laat hem over een uurtje maar terugkomen, riep de hoofdkerstman. De deur sloeg dicht en de kleine kerstman hoorde alleen nog wat gemompel. Hij was stom verbaasd. Wat gebeurde er daarbinnen? En waarom mocht hij niet bij zijn? Hij spitste zijn oren, maar hij kon niks verstaan. Hij hoorde ze wel lachen. Lachten ze hem naar uit? Vonden ze het soms grappig dat zij lekker warm binnen zaten en hij hier alleen buiten in de kou liep en niet wist waar ze het over hadden? Ze waren zeker gewoon jaloers, omdat hij weer als eerste alle kerstkoekjes gebakken had en al bij de eerste sneeuw zijn kerstboompje uit het bos had gehaald. Ze zoeken het maar uit, dacht de kleine kerstman, en hij ging er stilletjes vandoor. Verdrietig schuifelde hij de kleine kerstman naar huis. Hij had er helemaal geen zin meer in om koekjes te bakken. Het was verkeerd om vroeg met je werk te beginnen. Hij was in zo in de gedachten verzonken dat hij merkte dat hij al lang van de rand van het bos was. Daar zat de uil, hoog in haar lievelingsboom. Goedenavond, kleine kerstman, zei de uil. Waar ga je heen? O, nergens, zei de kerstman treurig. Wat is er? Vroeg de uil. De kerstman vertelde alles. Oei, zuchtte de uil toen de kleine kerstman klaar was met zijn verhaal. Ze riep alle dieren bij elkaar. Het is gemeen, 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 riep de eekhoorn uit. Ik krijg het er koud van, mompelde de marmot en hij drukte zijn warm waterzak tegen zich aan. De grote sterke beer en de eland bromden, maar slimme uil had een idee. We gaan met z'n allen met je mee naar de kerstmannen. Als er iemand is die weet dat jij de beste kerstman van de wereld bent, dan zijn wij het. En wij zullen ze vertellen ook. De kleine kerstman ging voorop. Achter hem liepen de beer, de eland en alle andere dieren. Boven hun hoofden vloog de uil mee. De kleine kerstman was blij met zulke goede vrienden. Ze kwamen bij het huis van de hoofdkerstman. De kleine kerstman aarzelde, maar klopte tenslotte toch aan. Is hij daar weer? Vroeg de hoofdkerstman aan de grote kerstman die de deur opendeed. Nee, zei de grote kerstman. Toen keek hij naar beneden. O ja, toch. Laat maar binnen, zei de hoofdkerstman. Met al zijn dierenvrienden erbij was het makkelijker dan gezegd dan gedaan. Daarom kwamen alle kerstmannen naar buiten, zelf de hoofdkerstman. De hoofdkerstman was blij verrast om alle dieren voor zijn huis te zien. Wat fijn dat jullie er zijn, zei hij. Ik moet jullie iets heel bijzonders vertellen. We zijn benieuwd, bromde de beer en de eland. Lieve kerstmannen en lieve dieren, begon de hoofdkerstman. Zoals jullie weten ben ik niet meer de jongste. Het is tijd voor een opvolger.
Hij keek de kring rond, wachtte een ogenblik en toen zei hij plechtig: "Ik ben blij om jullie voor te stellen aan mij, nieuwe kerstman. Hoofdkerstman, de kleine kerstman." Even was het doodstil. Daarna barstte iedereen luid gejuich uit. "Hoera!" riepen ze. Tot over na middernacht werd er feest gevierd in het kerstmannendorp. En de kleine kerstman, die was er tussenuit geknepen, omdat hij opeens aan zijn koekjes dacht die in de oven stonden. Maar hij was te laat. Ze waren allemaal verbrand. Dat was hem nog nooit overkomen. De kleine kerstman werd een hele goede hoofdkerstman. Iedereen was blij met hem. Soms ging hij mee op reis om mensenkinderen hun cadeautjes te bezorgen. Hij kon niet naar de dieren toe. Maar dat gaf niet, want ze wisten dat de kleine kerstman altijd dezelfde cadeautjes voor hen uitzocht.